Boeren en natuur, hoe gaat dat samen? Deze maand zijn we bij een aantal boerenbedrijven op bezoek. En vandaag zijn we bij Peter Oosterhof in Foxwolde. Als het goed is, loopt hij daar tussen zijn koeien. Hallo Peter. Oh. Mag ik erin? Bezoek. Ja, kan ik er gewoon onderdoor? Voor zo'n jonge dame maken wij de draad los. Nou, je staat hier midden tussen al jouw jonge dames, toch? Ja, er kan er nog wel één bij. Of zijn ze niet zo jong meer? Wees welkom. Wat zijn dit voor koeien, Peter? Dit zijn melkkoeien. En we proberen zeg maar weer op een hele robuuste manier melk te produceren. Ja. En ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk krachtvoer aan de koe kwijt. Dus we zoeken ook een soort van robuustere koe die daar tegen kan. Die is zonder krachtvoer en van zoveel mogelijk gras goede, gezonde melk kan produceren. Maar dit zijn allemaal verschillende koeien, of niet? Ja, ik ben aan het kruisen met rassen. Maar wat je hier ziet, hier zit Brown Swiss in. Ze zijn verschrikkelijk krachtig. Ze hebben een mooie droog beenwerk, een mooi strak uiertje eronder. Ja, show het maar even. Ja. En het zijn wel hele aanhankelijke beestjes vaak hoor, de Brown Swiss. Ja, die komt aardig dichtbij. Qua karakter zijn is het ook altijd weer. Ja. Alleen hier mocht dan nog net iets meer ruimte in zitten, zodat er iets meer gras in komt. Ja, ik bekijk ze dan toch ook altijd weer met een bedrijfsmatige boer. Maar jij noemde het al even, hè? Je wil zonder krachtvoer. Want jij bent op een natuurvriendelijke manier aan het boeren. Natuurvriendelijk? Ik denk. Kijk, een boer is natuurlijk. Het is natuurlijk het oudste beroep van de wereld, daar wordt er wel eens anders over gedacht. Maar wij brengen dus natuurlijke processen in cultuur. We laten de natuur voor ons werken. Dus ja, natuur inclusieve landbouw, natuurvriendelijk. Ja, volgens mij is het één pot nat. Wij doen niks anders dan die zon vangen in planten. En nou ja, in dit geval, gras kunnen wij als mensen kunnen we zelfs niks mee. En daar hebben we deze dames voor nodig die daar lekkere melk voor ons van maken. En jij doet het nu 5 jaar? Ben jij nu biologisch aan het boeren? Ja, wij zijn officieel in 2018 zijn wij omgeschakeld. Daarvoor hebben we wel een aantal jaren gezocht zeg maar, naar een. Of het wilde, of het überhaupt ook kon. Ja, maar waarom heb je die stap genomen? Ja, omdat ik mijzelf als landbouw zeg maar, heel afhankelijk voelde van leveranciers. Voor elk dingetje was er wel weer een middeltje en het middeltje moest altijd toegevoegd worden. Hè? Als je te weinig gras had, dan moest er kunstmest op. Hebben je koeien te weinig melk, moest er een derde of een tweede soort krachtvoer bij. Snijmaïs moest in het rantsoen. Ja, dat vond ik toch allemaal wel heel lastig. Ik denk, ja, een koe is toch gemaakt om van gras melk te maken. Ja. Daar hebben we zo'n koe voor. Ja, jawel. Maar hebben ze honger of zo? Ja, ik denk het wel, want dan melden ze zich. Ja, maar wat moet je daaraan doen? Dat ze honger hebben? Geef ze een nieuw stripje gras erbij. Nou, moet ik de deur maar weer voor je openhouden, Loes? Voor mij of voor hun? Voor de koeien, ja. Nou moet ik even opschieten. Ja? Want ze vinden dit heel fijn, dan krijgen ze een stukje erbij. Kijk. Heb je hier stroom op staan? Ja, maar die ene geeft daar niks om, die 116. Zo, ja. Die weet zo gauw ik die draad aanraak, dan niks en als die boer dat durft, dan zal er wel geen stroom op staan. Maar waarom doe jij dit op deze manier? Ja, je kunt wel zien dat er eigenlijk meer gras staat dan dat je bij een normale boer zou zien. En we proberen dat gras ook langer te krijgen. Want hoe langer dat gras wordt, hoe meer bladgroei je hebt. Strippengrazing noem dit? Dit noemen wij strippengrazing. En hoe vaak moet jij dit nou doen dan op een dag? Ja, een beetje afhankelijk van het land waar ze in staan en of ik thuis ben. Maar toch wel een 3 keer op een dag. Zo, ja. Dus dat is wel intensief voor jou dan om het op deze manier te doen, denk je?
Ja, ik weet het niet. Ik vind dit altijd wel een leuke klus. Ja, hey, en ik zie niet alleen gras, maar er bloeit ook van alles tussen. Wat zien we daar? Nou, ik vind eigenlijk dat het nou iets te weinig groeit. Het is natuurlijk een hele poos droog geweest. Ja. Maar aan de andere kant, want het is een mengsel met kruiden en gras. Nou, je ziet eigenlijk wel wat het onder deze droge omstandigheden het beste doet. Nou. Dit is bijvoorbeeld de rode klaver. Die kan heel diep wortelen, dus die kan op dit moment wel tegen de droogte. Je ziet het gras eigenlijk niet meer groeien, maar de kruiden doen het eigenlijk nog wel goed. En waarom doe je dit? Omdat wij... we gebruiken geen kunstmest. Dus we moeten zo optimaal gebruik maken van wat de natuur zelf al kan. En bijvoorbeeld een klaver, die kan stikstof binden uit de lucht. En die geeft dat dan weer af aan de planten en de grassen ernaast. En dan heb je een mooiere groei. En zitten er nog kruiden tussen die juist dan weer goed zijn voor de koe? Ja, in kruiden zit sowieso veel meer calcium. Een koe is relatief veel calcium nodig. Vooral als ze veel melk geven. In melk zit ook veel calcium. Een paardenbloem bijvoorbeeld... Die kan heel mooi calcium van diepere lagen ophalen en dat in die paardenbloem stoppen. Zo heeft die natuur dat voor ons geregeld. Dat is bijna een perfect systeem. Nou, dit is de smalle weegbree. De smalle weegbree schijnt ook heel goed te zijn tegen wormbesmettingen bij koeien. Sigorij tegen trouwens ook. Nee, je wil ze ook. Ook minder middeltjes geven. Ja, wij willen ze minder behandelen met allerlei middeltjes. Ja. Ontwormen willen we liever niet. En antibiotica gebruiken zijn we heel terughoudend in. Alleen als een koe echt heel erg ziek is... Dan zetten we dat in. Dus ja, dan helpt dit wel om je koeien gezond te houden. Kruiden in het weiland zijn dus belangrijk voor de koeien. Maar ze zijn ook belangrijk voor allerlei soorten insecten en vogels. Bijvoorbeeld voor de wulp. Jarenlang ging het heel slecht met deze prachtige steltloper. Maar het tij lijkt gekeerd. Dit jaar zijn er maar liefst 23 kuikens vliegvlug geworden. En misschien zelfs meer. En dat is een hele prestatie. Nou, dat is best wel bijzonder, ja. Want het kost best wel wat moeite voor paren om de jongen zeg maar, op de vleugels te krijgen. Daar zijn we in Drenthe heel druk mee, hè, met bescherming van de wulp. En juist op deze plek, maar ook op andere plekken, hoor, hebben we gewoon een hartstikke goed jaar gehad. De wulpenkuikens krijgen de kans om vliegvlug te worden omdat hun nesten intensief beveiligd worden met stroomrasters. Een methode die bekend aan het worden is als de Drentse aanpak. Wat we doen is met een heel leger aan vrijwilligers zoeken we nesten op die bijna voor 99% allemaal op boerenland liggen. He, dus we zijn druk voor de trekker aan bezig om die nesten te vinden. En dan gaan we ze actief beschermen met een stroomraster. En dat doen we door de hele provincie heen. En dat typeert eigenlijk wel de Drentse aanpak. En dat stroomraster voorkomt dat het nest leeggegeten wordt door een roofdier zoals de vos. De wulp is een grote vogel die ook nog eens heel plaatstrouw is. Dus je verwacht dat het niet al te moeilijk is om een nest te vinden. Maar dat klopt niet. Nee, dat valt helemaal niet mee. Het is een hele grote vogel. Maar met een heel leger aan mensen in Drenthe worden er op jaarbasis ongeveer 100 legsels gevonden. Dit jaar zijn er zo'n beetje 2/3 van zijn er ook echt omrasterd. En dus dat is, dat is niet mals. Hè. Dat is echt, daarin lopen we in Drenthe flink voorop. En daarbij hoort ook het specialisme van het vinden van die nesten. En daar moet je heel veel geduld hebben. Ondanks dat het grote vogels zijn, op het moment dat de vogels op het nest zijn, dan zien ze niet meer in het gras of in het graan, hè, waar ook in gebroed wordt. Dus ga er maar aan staan. We hebben nou tussen de koeien gestaan, daar hebben we het over gehad. Ja. Maar je doet nog veel meer, want je bent ook bezig met slootbeheer. Kan ik dat zo noemen? Ja, het is slootbeheer. Ja, wij hebben het onderhoud van deze sloot. Dit is wel een waterschapssloot trouwens. We proberen dan wel met het onderhoud daarvan rekening te houden dat je mooie dingen blijft laat staan. Bijvoorbeeld deze zwanenbloemen en de plomp. En dat is puur doordat jij geen kunstmest gebruikt, geen middelen? Aan de voorkant er heel weinig invliegen. Geen kunstmest, weinig krachtvoer, goed bodemleven. Ja, dan krijg je ook een prachtige mooie waterkwaliteit. Ja. En daar heeft alles baat bij. Hallo, welkom bij Tuin voor Zwaantje. Wij hebben een grote groentetuin van een hectare in Annen. Jullie zijn nu op de natuurtuin. De natuurtuin zijn wij 1 januari begonnen. Hier doen wij een soort van schijnbare chaos. Dus we planten veel dingen door elkaar. En ik laat jullie hier meer over zien.
We staan nu bij een veld waar we natuurlijke chaos hebben toegepast. Dus wat we hier doen, we hebben hier bedden van 1,20 meter breed, zodat we niet meer op het bed hoeven te staan. En hier hebben we minimaal 6 verschillende groentes in staan. Nou, wij geloven dat alles heeft energie en energie heeft frequentie. En frequentie is meetbaar in de golfbeweging. En dat proberen we eigenlijk ook naast te posten in de tuin. Dus alles wat omhoog groeit, groeit ook omlaag. Zoals je ziet groeit de palmkool groeit mooi omhoog. Daartussen hebben we pastinaken staan, die groeien naar beneden. We hebben de knolselderij hier, die groeit omlaag en naar boven. Dan hebben we daarnaast een radijs die ook naar beneden en naar boven groeit. En zo hebben we ook sla hier tussen staan. En dat noemen we eigenlijk een beetje de balans. Die groeit naar boven en naar beneden. En die kan eigenlijk overal wat tussen. Tuin voor Zwaantje is deels een zelfoogsttuin. Zijn 3 jaar geleden zijn wij op een ander stuk begonnen, hier vlak naast, met een stuk zelfoogst. Dat is een 0,5 hectare. Na 3 jaar zijn we erachter gekomen dat er veel vraag naar is. En zijn we in januari met veel vrijwilligers deze tuin begonnen. De eerste gedachte van deze tuin was een hele grote rechthoek erin maken. En ook rechte lijnen doen, zelfs gaan mechaniseren. Omdat we een hectare grond hebben. Maar dat staat zo ver bij mij vandaan, dat ik dacht dat dit kan op een andere manier. Daardoor zijn we eigenlijk de natuurtuin begonnen. Dus dat alles met elkaar groeit. Wat in het begin iets meer werk is. Maar later je veel meer profijt van hebt en veel minder energie hoeft te geven. Want eigenlijk alles zorgt voor zichzelf. En daardoor groeit alles gewoon groeit alles heel fijn. Wat we ook doen is eigenlijk al het loof wat we niet meer gebruiken, dus wat van de vrucht afkomt, dat maken wij kleiner. We gebruiken daar of een mes voor of een klein handsijsje. We leggen dat weer terug op de bedden, zodat eigenlijk al het alle grond en alle aarde dat allemaal weer op kan nemen. En zo wordt de tuin steeds meer zichzelf, want ja, de groente heeft erin gegroeid. En dat neemt dan uiteindelijk neemt dat ook weer zijn eigen energie op. Peter, jij hebt ons super enthousiast rondgeleid over jouw grond. Ja. Is dit nou ook de toekomst voor iedere boer, voor iedere melkveehouder? Ja, het is natuurlijk wel een manier van hoe je boer bent. Dat past natuurlijk, moet wel passen bij je bedrijf, bij waar je boer bent. En wij zitten aan de rand van kwetsbare natuur, dus dan is dit een geweldige manier om ook daar boer te kunnen zijn. Maar ja, ook de biologische markt moet er wel klaar voor zijn. Niet iedereen heeft de middelen of wil meer betalen voor bio-producten. Maar dus goed, ik kan me ook voorstellen dat andere boeren kiezen voor gewoon intensief door blijven gaan en met heel veel filters werken. Dat is ook een manier. Maar mijn voorkeur heeft gaat dit. Toch uit naar deze manier. Ja, want er is natuurlijk heel veel discussie over. Hè? Er moet iets veranderen. Ja, ben ik het ook mee eens. Als je aan de voorkant alles er maar inpompt. Kunstmest, stikstofkunstmest, heel veel krachtvoer en alles van elders. En je melk en je vlees gaat bijvoorbeeld allemaal voor export weg. Ja, je houdt de poep over op je land, ja, dan is het volgens mij niet heel moeilijk om uit te leggen dat daar problemen zijn. Waarom doet niet iedere boer dit dan zo? Nou, de biomarkt is er bijvoorbeeld niet klaar voor. Je moet een grote huiskavel hebben. Je moet het persoonlijk ook leuk vinden. Onze koeien geven nu 6000 liter per jaar per koe. Vroeger toen ik gangbaar was dat 9000 liter. En als je gelukkig wordt van 9 of 10.000 liter per koe, moet je niet zo gaan boeren als wat ik nou doe. Nee. Dus het moet ook bij je passen als ondernemer, bij je passen als het gebied. Maar ik neem aan dat je er nog steeds gewoon een goede boterham mee verdient. We verdienen er zeker een goede boterham mee en ook veel plezier. Alleen ja, het is wel een andere manier van boer zijn. Je bent wel veel drukker. Aan de andere kant hoef je ook heel veel dingen niet te doen. Maar je bent constant bezig met van wat doet dat systeem? Wordt het droog? Moeten we gaan weiden? Moeten we hier gaan weiden? Maar mooi dat jij er wel zoveel plezier in hebt en wat je doet. Ja, dus, dan hou je het vol. Ja, dankjewel. Dit plezier heb jij ook wel een beetje laten zien. Wil jij nou ook eens weten hoe dit er achter de schermen aan toe gaat? Kijk dan ook naar de Roegvlog op ons YouTube-kanaal. En volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering. Tot dan!